De Van Kettwig-Verschuurbrug kan weer open voor het scheepvaartverkeer. Een automobilist reed vorige week het water in omdat de brug open stond terwijl de slagbomen niet werkten. Kort daarna kwam de brug spontaan naar beneden. Iedereen kwam daarbij met de schrik vrij. Afgelopen week werden diverse onderdelen van de brug vervangen. Omdat de precieze oorzaak nog niet bekend is, houdt een brugwachter de komende tijd een oogje in het zeil.